Oh my god, mensen. Vandaag is het... Dinsdag. Dus zeg... Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is... Wat is dat eigenlijk? Is dat... Maar hoe noemt hij eigenlijk? Huggy Wuggy. Hier, Huggy Wuggy, vliegie. Ja, nieuw dag, nieuw vlog. Mauriceke is bij ons, dus dacht ik, hey, vandaag gaan we een keer vloggen. Maar vandaag gaan we ook leuke dingen doen. Ik weet wat we gaan doen en niemand anders weet wat we gaan doen. Hij weet het ook nog niet, hè? Maar ik weet wel naar welk land we gaan. Naar welk land gaan we? Ik ben het vergeten. Is het vergeten? We gaan sowieso naar Frankrijk. Ja. Hè? Parlez français un petit peu? Non? Moi aussi ne pas travailler, parler. Hè? Ah ja. Goed. Dus we gaan een leuke ding doen. We hebben hier de frigobox gemaakt. Dat is een frigobox dat je kunt in de poepje van de auto steken. Zo. Hoppa. En dan is er hier een motuurtje en dan begint het te draaien en zo. En dan is alles bevrozen. Kunnen we niet eten? Ah ja, nee, dan is het bevrozen sandwich. Zo, ja. Dus pakte hij zo'n Huggy Wuggy mee in Motto, of niet? Alle drie. Alle drie? Ja, matje. Ja, jongen. Goed, dus Anoukske gaat ook mee. Anoukske heeft de sandwiches klaargezet. Ondertussen is het 2:20. Ik heb alweer gaan werken. Ik ben eigenlijk een beetje dood op. Maar ik heb gezegd, ik ga thuiskomen, ik ga eten, ik ga douchen. En we zijn direct weg. Want als ik mij nu ga zetten of leggen, dan is het direct... Kiki dodo. Kan je een ding? Kikidoro! Nee. Nee? Oké. Okay. Allee, we zijn weg. Hè. We gaan naar Frankrijk. En hij gaat dan subiet wel zien wat we allemaal gaan doen. Ja. Let's go! Yo! Yo! Voilà, kijk Maurice. Dat is super makkelijk. Zie, steek dat daar zo in. Voilà. Hier van achter in de auto. Klik. En subiet ga je de auto aansteken. En dan is het... En dan... Kan je cornetto eten? Kan je dat, cornetto? Nee. Nee? Dat zijn ijsjes. Ja. Allee. Ik heb mijn auto. Laat er maar in. Sorry. Voilà mensen, we zijn toegekomen. De Maurice gaat eerst nog een koekje eten. Toen kijk koekjes. Kijk, ah ja, voilà ze, koekjes. En Anouk gaat nog een sandwichje eten ze. En ik heb een mandalijntje mee. Voilà. Mandalijntje, nee mandalijn. Hoe noemt dat? Madeleine. Madeleine. Mandalijn. Ah, mandarijn zeg ik. Mandalijn? Madeleine. Ja, een koekje, ja kijk. Een koeken en we gaan dat eerst nog opeten op het gemakje. En toen gaan we een klein beetje te voet en daar is het. Kijk, daar heel op het einde, want kijk, al die mensen zijn er aan het lopen, maar je ziet nog altijd niet wat dat is, hè? Aha, en ik ga het maar vertellen als we daar zijn, hè? Ah ja, anders is de verrassing niet compleet, hè? Maurice, heb je goed geslapen in de auto? Hè? Hij had een goed dutje gedaan, hè, jongen? Heel de rit. Achter 5 minuten wel even trokken en toen, jepla. En nu komt hij hier, één minuut voordat we hier waren, komt hij wakker. Mag ik mijn ding afleggen? Hij moet uw ding afleggen. Ik laat mijn ding meestal aan. Ja, dat bedoel mij niet hoor. Ah. Oké, okay. Goed. Allee, we gaan een stukje te voet en dan gaan we zeggen wat we gaan doen. Goed? Wat? Wat is? Wat zie je? Vlaggen. Oh, wauw. Goed, zoiets gaat toffer zijn ze dan vlaag. Allee, we gaan te voet. Let's go. Yo. Yo.
Dus, Maurice, weet je al wat we gaan doen? Ja. Wat gaan we doen? In een dinopark. Ah, een dinopark. Maar wat gaan we doen in dat dinopark? Dat weet u nog niet. Nee, ah, we gaan tussen de dino's gaan rijden. Wie gaan we met een auto, met een autootje tussen de dino's gaan rijden, like Jurassic Park. Cool, hè? Cool? Ja. Ah, voilà. Maar moeten we dus nog een klein beetje wachten, want het is nog mega veel ook. Maar ja, dat heeft niet, hè? Allee, tot z'n beetje. Ja, Maurice, we zijn binnen. Hè? Dus, mag ik je zeggen hoeveel dat was? Het was 5 euro voor een auto. Ik dacht eerst dat het 5 euro per persoon was. Maar het is dus met zo'n auto daar. Zo. Met zo'n golfkarretje. Het was 5 euro. Dat is niet veel, hè? Hè? Ja, niet veel, hè? Ah ja, dus geef mij maar terug, hè? Nee, nee. Dus nu moeten we hier nog een beetje wachten, hier zo. We moeten wachten op zo'n autootje. En dan vanaf dat er een autootje vrij is, gaan we gaan kijken naar de dino's. En dan daarachter, wat gaan we dan doen? Dan gaan we frisbee golf spelen. Is het goed? Ja. Hallo. Ja, Maurice, we zitten in de auto. Anouk gaat rijden. Kijk, er zijn 4 auto's in totaal. Kijk, 1, 2, 3 en de onze. Zo, wij zitten helemaal van achter. En Anouk is onze chauffeur. Dus ja, we hebben wel een beetje lang moeten wachten. Hè? Ja. Amai. Maar ja, kijk, we zijn er nu, dus nu gaan we ons amuseren. Hè? Ja. Allee, goed, tot ze biedt, hè. En nu krijg je een beetje uitleg hoe dat ze moet rijden. Ja. Dat is ook als ze goed luistert, hè. Anders liggen we hier ergens naar beneden. Of wat tegen een boom. Of al eten ons een dino op. Zo. Ja. Ah ja, eerst. Allee, dan gaan we hier het gaan beginnen, hè. In 3, 2, 1. Oh my god, Maurice, nu gaan we gewoon in die hele grote kooi gaan van Jurassic Park 3 met die hele grote vliegende dino's. Ja! Kijk, ze vliegen hier boven. Kijk, ze vliegen boven ons hoofd. Kijk daar. Oh, wacht, daar ergens. Ja, ik zie het. Amai. Ja? Oh my god, en nu gaan wij daar binnen rijden. Ja! Nou jongens, ga je niet bang zijn? Bang! Nee? Kijk. We zijn bijna binnen. Ja, en daar zijn de kleintjes. Ja, hier daar zijn de kleintjes. Kijk, en daar zijn er ook kleintjes. Ja. Kijk, jongskes. Jongskes. Amai. Ja, we gaan naar binnen. Goed kijken. Hè. Maurice. Ja. Are you ready, Freddy? Yes. Kijk. Pas op, hè. Pas op, hè. Dan zijn ze niet stakken we nu. Ja, nu zijn we binnen. Hè. Oh, shit. Oh, kijk. Ja, al die dino's. Kijk, en daar zie ik. Hier. Ja, daar, ik zie het. En hier ook. Ja, daar. Wow, zulke dino's. Wow, dat zijn kippendinosaurussen. Ja, mannekes, maar dat waren al een beetje dino's, hè, Maurice. Ja, zo. Wil je kiekjes? Zeg zo. Dat wil je kiekjes? Ja. Kiekjes. Kijk, van dus die grote dino hier, moet me niet bang zijn, want hij eet geen vlees. Hij eet alleen maar groezels, gras, blaren en pizza's. Nee, pizza's niet. Pizza's niet. Alors, juste ici, on va voir l'espèce de pizza. Alors, je vous parle de lui parce que contrairement à ce qu'on pense, le T-Rex n'était pas le plus grand prédateur de son espèce. Parce que le Spinosaur, une fois qu'il avait atteint l'âge adulte, il pouvait faire la taille du T-Rex, voire être plus grand. Donc évidemment, ici, c'est un petit Spinosaur. Vous pourrez le comparer justement, juste après, avec le T-Rex, qui lui est à taille réelle et adulte.
Weet je. Alors le T-Rex, vous pourrez le voir juste après la cabane. Pour la petite. Maya, t'as même un big fault, ma. Maya, t'as un spin-off, ça, Rosie. Y'a un mot, et vous, Spider-Man zit bij ons, Maurice. Ja. Mo. Hey, kijk. Voilà, ze. En we zijn er. Hallo. Goed, hè? Ja, Maurice, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? We zijn een parcours aan het doen en dan moet ik daar en smijten. Ah, disc golf. Ja. Dus nu gaan we disc golf doen. En Maurice, maar eigenlijk moet je van, ja, vandaar moet je smijten, hè, Maurice? Wacht, maar ja, niet te dicht, hè? Ja, niet, eerst ver proberen, hè? Voilà. Wacht, ja, je moet vandaar moet je daarin proberen smijten. Kom aan, hè? Ja. Doe maar. Maar van de eerste keer, jongen, hey. Ja, man. Perfect. Nou, ze ook net een Spider-Man. Zij, je ziet de Spider-Man van de frisbees. Ja, mijn juf, hè? Pas op, hè? Thank you.
Voilà, zie mensen. Dat was het. Was het een beetje leuk, Maurice? Ja, ja? Met de auto van mama. Ah, ja. En wat gaan we nu doen? Eten. Heb je honger? Ja. Heb je zoveel honger? Ja. Hoe komt dat? Eten. Hoe komt het dat je zoveel honger hebt? Eten. Ja, oké. Okay. Ah, ja. Eten. Dus Maurice heeft duidelijk honger. Dus we gaan nu naar de auto gaan. We gaan een beetje... Eten. Sandwichjes mee. En we gaan een beetje eten, hè. En tot hem naar huis. Ja. Goed. En toen gaan we bellen naar je pa, dat hij achter u mag komen. Spijtig, hè? Ja. 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 Goed. Alle. We gaan eten. Tot z'n beet. Hoi. Wordt niet goed? Wordt niet goed? Ik weet het niet. Don't you please have a clever stop on the number. Welke heb je nog niet? Deze niet, deze niet, deze niet. En dat zijn ze allemaal. Moet je hem? Moet je hem hebben? Als een man. Hier, pak de centjes eruit. Waar? Daar, 5 euro. Hier? Daar, ja. Nee, die andere. Hier? Ja. Voilà, ik kies even. Even kijken. Moet zeker zijn dat je hem nog niet hebt, hè? Nee, wat? Bent zeker? Ja, ik ben echt zeker. Allee, pak hem maar. Din? Allee, betaal maar. Daar bij die meneer. Bij die meneer? Ja, bij die meneer denk ik. Merci. Voilà. Is goed? Ja. Wat dank zeg je toen? Toen een keer aan Anouk. Ga maar een keer aan tonen dan Anouk. Ik heb er weer een keer voor. Ja, kijk een keer hier wat dat Maurice gaat doen. Maurice gaat proeven van de tomaat. Allee, proef maar. Nee. Ja, allee, kom. Bijt erin. 3. Maar, en zo. Wat wordt erin bij, niet? Ja, voilà. Tel je een haar bij? Ja, dat is lekker een haar bij. Dan is het wel gekomen. Mag niet. Maar gewoon, bed. Ja, gewoon zo. Hup, nam, 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 weg. Voilà, sorry. Kan je een druifstel op eten? Voilà, goed zo. Is dat niet erg? Mag niet overdrijven. Dat is wel lekker. Allee. Mag. Nu zijn je aan het overdreven, ze. Nee, ze. Nee, ze. Het is wel slecht, ze. Het slechte feit dat ik ooit heb geprobeerd. Maar dat is niet waar. Ik was eerder komkommer. Nom, 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 nom. Kijk een keer. En eerst had hij alleen maar van die blauwe druiven. En nu eet hij ook nog groene. Voilà. Ja. En hoe komt dat? Omdat je geproefd hebt. Juist of niet? Nee. Hè. Ja. Hoe nee? Heb je het toch wel geproefd? Dat is lekker, hè, matje? Hopla, nog een beetje snot erbij. Beetje snot erbij. Een beetje druiven. En een beetje snot. Is toch wel lekker, hè? Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we weer thuis gekomen, zie. En Sabiet had de Maurice vertrekken, want zijn papa is onderweg. Maar hij kan niet parkeren, omdat hier een mega grote koers is met Wout van Aert. En wie weet ik van wie dat die rol is, die hier komt. Maar het is toch zo? Onnodige informatie. Onnodige informatie, maar ja. Ik wil gewoon maar, ja, eigenlijk, ja, het is wel waar. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Eigenlijk waarom? Hé, Maurice, waarom eigenlijk? Waarom?
Hij is in de camera dan, zeg. Ik weet dat niet waarom. Zeg waarom. Waarom zijn hij hier? Ja, waarom? Ja, omdat je de lullenbuis kunt meten. Allee. Dus ja. Kijk, Jamie is de vaat aan het doen. Voilà, heel de keuken overhanden. Hey, maar... Heel de keuken klaarsmaakt. Oh, nee, hij doet het zelf in moeite. Allee, Jamie, doe ik een zot. Doe een keer een zot. Allee, 3, 2, 1, zot. Oh, oh, is... Ja, ga kijken. Wie zot hier nu? Maar ja, we zijn zot. Oh, de pet hebben lucht. Kijk, is een ding klein zit dat hier op. Ten zot, hè, Jamie. Gaat zijn griep staan klaar, pijs je dat toch? Dus ja, goed, voilà, dat was de vlog, mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag. Nieuwe vlog. En wanneer is dat? Weet ik veel. Weet jij? Ah, van het weekend. Ja, van het weekend zijn we een keer een weekendje weg. Want we hebben een weekendje cadeau gekregen van Dien daar. Van Jamie. En we hebben een weekendje cadeau gekregen. En dan ga ik twee dagen vlogen. Dus, dat gaat leuk worden. Hij gaat zeker kijken, hè? Kijk. Ja. Kijk jij ook? Ja hoor. Duimpje omhoog. En abonneren. Allee. Salut. Salut.